Prague 2020 hebben wij ontzettend veel van geleerd, Delta Development Group. Wij hebben veel geleerd van elkaar. Ik bedoel, William McDonnell is hier een paar keer geweest. Hij heeft ideeën uitgewisseld. Er zijn van beide kanten dingen gedeeld over geluidsoverlast, waar wij eigenlijk experten zijn op geworden. Veel gebouwen, die zetten hem neer. Als mooi uitzien, open kantoorlandschappen, het duurste van de duurste meubels. Maar ze denken niet over na, wat levert dit op qua lawaaioverlast? En wij wel, want dat is ons hele mantra. Wij hebben de passie voor geluid. Je kan geen gesprekken volgen meer dan 5 meter weg. Dan stopt hij eigenlijk, dan wordt hij een soort in-audible. En als je iets niet kan horen en begrijpen, dan kan je het ook niet volgen. En dan blijf je in je concentratiemodus. En het levert voor de medewerker veel rust op. Maar aan het einde van de rit ook meer efficiëntie opleveren. Dit pand noemen we ook soms de akoestische tempel. Het is echt een gebouw gemaakt voor de medewerkers. Ja, en daarom merkten we ook heel snel een klik tussen Prague 2020 en Plantronics. Want ze uiten eigenlijk precies hetzelfde als wat wij willen.